Michel Hanen, Country Manager Transporion. Toch nog even vertellen, Transporion biedt e-logistics platformen en verbindt de verladers met zijn bestaande vervoerspartners om de logistieke processen van beide partijen te optimaliseren. En dan zeg ik, Michel Hanen, wat moeten wij verstaan onder een innovatief client portal? Ja, goede vraag. Dank u. En zoals u het al zei, het is een hele mond vol natuurlijk. Eigenlijk wat wij doen is het connecteren van de verlader, de opdrachtgever van transport met zijn vervoerders. We doen dat voor 650 verladers met zo'n 30.000 vervoerders, Europees, wereldwijd. En wij zagen eigenlijk, gedurende het feit dat het bedrijf zich geëvolueerd heeft vanaf 2000... dat we eigenlijk in ketens dachten. Dus eigenlijk, we begonnen met de transportopdrachten versturen, een stukje slotmanagement, track and trace, documenten beheren en dat soort zaken. Dus we dachten heel erg in ketens. Uh-huh. Wat we zien met de massa die we creëren en de volume die we creëren, is dat er eigenlijk in plaats van ketens netwerken ontstaan. Ja. Want de klant van de klant zit ook in ons netwerk. En die willen we eigenlijk ook de transparantie geven. Eigenlijk het toverwoord is transparantie. Niet alleen voor consumenten. Men wil steeds meer informatie adopteren om daar iets mee te doen. Maar ook de klant van de klant is geïnteresseerd in zijn transporten die hij binnenkrijgt. We noemen dat inbound radar. Dat is de benaming zoals we het noemen. In de volksmond klantenportaal. En daarin kunnen we de klant van de klant eigenlijk ook zicht geven op wat er gebeurt met zijn transporten die hij binnen gaat krijgen. En we kunnen hem ook laten zien wat eigenlijk alleen noodzakelijk is wat hij moet zien. Transparantie. Transparantie is het kernwoord. Absoluut. Alle optimalisaties die worden weerspiegeld in de nieuwe functionaliteit van uw oplossing. Zo is het de functionaliteit contract management. Leg dat eens uit. Ja, dat heeft ook weer met die transparantie te maken. Als we gaan kijken naar de inkomende kant van de verlader, waar die te maken heeft met zijn suppliers. En vooral in de bulkgoederen, de grote volumes. Denk aan de papieren, aan de metaal, waar hele grote contracten een rol spelen om uiteindelijk die aanlevering te doen van die goederen waarmee de productie kan plaatsvinden. We zagen dat verladers daar nogal wat problemen hebben, of problemen kunnen hebben, om transparant te krijgen wie gaat nu komen op welk moment, maar ook die contracten te managen. Een leverancier moet volgende week 2000 of 3000 ton leveren. We hebben het daarmee transparant kunnen maken in het platform, dat die leverancier eigenlijk dat contract, die 3000 ton voor volgende week uit elkaar kan trekken, daar leveringen van kan maken en kan aangeven wanneer hij gaat komen middels het boeken van een slot. Daarmee wordt het transparanter voor de ontvangende partij, de klant, de verlader. Maar we kunnen het ook afwikkelen op het moment dat hij levert, van wat heeft hij daadwerkelijk geleverd. En dat we de contracten bijwerken op dat moment. En dat betekent op dat moment eigenlijk ook weer een efficiëntieslag in het administratieve proces van de verlader. Ik lees even uit jullie communicatie. U zegt, we hebben het netwerk van Transporion en nieuwe netwerken, wat bovendien transparantie in de hand zou moeten werken. Nou, dat moet u even verklaren. Nou, dat is eigenlijk, ik heb het eigenlijk misschien min of meer al een beetje gezegd. Met dat u bij de klant wil zijn natuurlijk. Nou ja, het gaat uiteindelijk. Wat we zien is dat het niet meer een ketensdenken is, maar een netwerken denken is. En wat heb je nodig om netwerken te optimaliseren, is transparantie. Dus met de groei van het netwerk van verladers en vervoerders zien we dat er nieuwe netwerken ontstaan. En met die transparantie ben je ook in staat analyses te maken en je verdere optimalisaties te creëren. Dat is eigenlijk wat wij ondersteunen. Een andere module, dat is de Sophisticated Rate Management Module. Ja. Ja. Ook een mooie mond vol, dames en heren. Wat is er zo sophisticated aan? Dat is een van de ontwikkelingen die we het laatste jaar gedaan hebben. Dat we ook zagen dat een aantal verladers, nadat ze een tender hadden uitgeschreven om weer hun vervoerspartners te zoeken en de contracten op te maken. Eventueel, dat doen ze met een zusterbedrijf van ons, T-Contract, een tendermodule. Dat we zagen van ze hebben ook wel last of soms moeite om die contracten goed te beheren. En het is ook niet altijd visible binnen de onderneming, zeker als het een groot bedrijf is, van waar zit nu precies de informatie ten aanzien van die contracten. En eigenlijk wat we met die module hebben gedaan, is dat we ook dat weer transparant maken binnen een bedrijf. En meteen weet u. En een allocatie-engine nog dezelfde eraan kunnen verbinden om uiteindelijk intelligent transportopdrachten te versturen. Komen er nog toevoegingen in de nabije toekomst? Ja, ook een goede vraag. Het zijn allemaal goede vragen. Dank u wel. Het lijkt wel alsof wat u ze heeft opgesteld. Lijkt er wel op. We zijn bezig om dat transparantie verder uit te bouwen. Ik kan niet precies zeggen op dit moment van wat het gaat worden. Ik weet het natuurlijk wel. Uh-huh. Maar in ieder geval de komende maanden zal men meer horen over hoe wij transparantie in netwerken verder zullen verbeteren. Michel Hanen, u heeft het nu zelf al een beetje aangegeven. Als er zo meteen iemand aan uw mouw komt trekken en vragen van zeg nou eens wat. Dan ben ik zeer transparant. Ja, transparant moeten zijn. Dank u vriendelijk, Michel Hanen.